Mensen die in aanmerking willen komen voor een schoolpakket van het ministerie van Sport en Jeugdzaken kunnen zich vanaf deze week registreren. Minister John de Goyo heeft op een vandaag gehouden persconferentie meer informatie verschaft hierover. Volgens de Goyo is het doel van dit project om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief hoger onderwijs. De bewindsvrouw zegt dat er nauw samen zal worden gewerkt met het kabinet van First Lady Ingrid Boutersen. De Goyo benadrukt dat er wel behoefte is voor de schoolpakketten. Als er geen behoefte was, zouden mensen zich niet registreren. Dus er is wel degelijk een behoefte en het is een project die door de jongeren wordt uitgevoerd. Het wordt sinds 2007 al uitgevoerd. De regering heeft het belangrijk gevonden om dit initiatief vol te ondersteunen. Waarbij er toch wel rekening wordt gehouden met sociale gezinnen die waarschijnlijk de mogelijkheid niet hebben om in deze periode schoolmateriaal aan te schaffen. Dat we daarin voorzien. Omdat de regering het belangrijk vindt dat jongeren op een adequate manier zijn toegerust om deel te nemen aan het onderwijsproces. Dat neemt niet weg dat we in de toekomst natuurlijk zullen gaan kijken, inventarisatie maken van welke activiteiten zijn er reeds in dit kader. En hoe zullen we ervoor zorgen dat mensen niet dubbel krijgen. Maar dat is dus voor de toekomst. Het ministerie treft momenteel ook voorbereidingen voor het project Zinvolle Vrije Tijdsbesteding. Dat bestemd is voor jongeren tussen 5 en 24 jaar. Jeugdzakendirecteur Rachel Koningsbloem-Pinas legt uit hoe dit project zal worden uitgevoerd. We beginnen in de maand september. Eigenlijk zijn de vakantiecentra open voor de jongeren. De locaties worden vanuit het ministerie bekendgemaakt op onze Facebookpage. Vanuit de overheid wordt dat via het Nationaal Informatie Instituut bekendgemaakt. Wanneer de exacte inschrijvingsdatum zijn. Eigenlijk voor vakantieschool hoeven ze zich niet in te schrijven. Ze zijn open en de jongeren mogen daar naartoe. Met betrekking tot de educatieve dagtochten is er wel een registratie. Omdat we binnen bedrijven eigenlijk gaan en er is een maximaal aantal daaraan verbonden. Dus daarvoor zijn er wel registratiemomenten, maar de vakantieschool is open. Rachel Koningsbloem-Pinas van het directoraat Jeugdzaken over het project Zinvolle Vrije Tijdsbesteding. Zij heeft samen met minister John de Goyo meer informatie verschaft over projecten die het ministerie van Sport en Jeugdzaken in de vakantie zal uitvoeren.